Jullie hebben de film gemaakt Ik ben van de Pik. Hoe kom je in die titel? Nou ja, we wonen in de Van de Pek buurt en we hebben allemaal portretten gemaakt. Dus we hebben naast dat we 20 portretten hebben gemaakt van buurtbewoners, hebben we ook 200 buurtbewoners op de foto gezet. 200? Ja, en iedereen vertelt eigenlijk een stukje van de Van de Pek buurt. Dus daarom, ik ben Van de Pek. We wilden eigenlijk de buurt leren kennen. Kijken wat voor buurt het is, wat voor mensen wonen er. En zo zijn we eigenlijk met allerlei mensen in gesprek gegaan en zijn we tot het project gekomen. En zijn we mensen gaan filmen, gaan fotograferen, maar ook les gaan geven aan jongeren in de buurt. En zo is het project ontstaan. De insteek is echt, elke buurtbewoner vertelt een klein stukje over, ja, wat zijn binding is met de buurt, een lievelingsplek, hoe lang ze er al wonen. Dus eigenlijk vertelt iedereen een klein stukje geschiedenis, een puzzelstukje van de buurt. Hier heb ik dus gewoond vanaf mijn derde jaar. Ja. Uiteindelijk hebben we 20 portretten gemaakt. Dus deze film is nu een half uur, dus daar hebben we de 5 verschillende filmportretten achter elkaar gezet. Maar we hebben er nog veel meer. Hier in Noord eigenlijk gelijk welkom gevoeld. Mijn thuis is het geworden. Dit is mijn eerste ervaring om echt in Amsterdam een film te maken. Het allerleukste is dat we er zelf wonen. Dus je leert gewoon je eigen buurt heel goed kennen. Je leert, wij kennen nu zo ongelooflijk veel buurtbewoners. Wat echt een verrijking is om er te wonen. Het is de eerste keer dat jullie meedoen met het Amsterdamse Buurtfilmfestival? Ja, de eerste keer dat we meedoen, ja. Ik heb wel eens eerder portretten gemaakt van mensen in Amsterdam, maar eigenlijk nooit eerder over dit festival nagedacht. En nu had iemand ons getipt, stuur het in. En zo zijn we hier beland. En wat vind je ervan? Heel leuk. Het is altijd heel erg leuk. En de mensen uit de film waren ook allemaal gekomen, dus dat is natuurlijk leuk. Het is in Amsterdam en je maakt films over mensen in Amsterdam, dus iedereen kan makkelijk komen. Dus het is een heel leuk gevoel. Ik vond het nu heel mooi om te zien dat de mensen uit onze film kwamen en dat ze zichzelf weer terugzien op groot scherm. En we horen dan ook nu de andere verhalen. De andere documentaires vond ik ook heel leuk om te zien. En ook bijzonder dat je dan ook weer andere verhalen hoort uit andere buurten. Dus dat is denk ik heel mooi aan het festival. MUZIEK